Ik ga er even vanuit dat je wel eens een verloop hebt gemaakt in InDesign. Ik laat je nu een paar trucjes zien met het verloopgereedschap. Begin even met een rechthoekje, sterker nog een vierkantje te maken. Geef dat een kleurtje. Vervolgens versleep ik deze met de Alt-toets en de Shift-toets ingedrukt. Je ziet dat ik een duplicaat maak. Wil ik dit nog een keer? Dan kies ik uit het objectmenu. Opnieuw transformeren, reeks opnieuw transformeren, oftewel Alt, Apple 4, Apple Command 4 of op de PC Alt, Control 4. Druk dus nu die toetsen in en ik maak zo meerdere vormpjes. Ik selecteer de vorm allemaal, ik sleep met de Alt toets en de Shift toets ingedrukt de vormen naar beneden. En ook hier weer Apple Alt 4, Control Alt 4. En hij dupliceert zo nog een reeks vierkantjes. Ik selecteer alle vierkantjes en ik ga naar mijn verlooppalet. Ik klik in het verloop en je ziet op alle vierkantjes wordt een verloop toegepast. Ik ga dat verloop even wat aantrekkelijker maken. Ik haal mijn stylepalet er even bij. Ik sleep het even hier naartoe. Het verlooppalet hou ik ook even open. En ik sleep een kleur naar het verloop. Deze kleur wil ik kwijt. Ik sleep die gewoon naar beneden. En ik wil bijvoorbeeld hier een geel verloop bij. En de zwarte hoef ik niet. En zo kan ik dat verloop opbouwen. Maar nu gaat het eigenlijk gebeuren. Je ziet dat het verloop overal opnieuw wordt toegepast. Ik pak nu het verloopgereedschap. En wat ik simpelweg doe is gewoon in dit geval diagonaal door alle vormen heen slepen. En je ziet dat het verloop keurig verdeeld wordt door alle vormpjes. Ik kan naar believen dat veranderen door van links naar rechts of in een ander hoek te slepen, een kortere lijn te maken of een hele lange lijn te maken voor een heel zacht verloop. Maar je ziet, het verloop wordt heel mooi verdeeld tussen alle vormpjes